Nou, maar goed, in die tijd. In die tijd was ik altijd heel veel samen met Els, maar ook heel veel samen met Pim. En Pim was toch een beetje een bijzondere gozer. Pim was de socialist, wat ik al zei. En Pim was ook een beetje de man van de gewetensvragen. En nou, misschien is het wel even leuk als ik aan de jongeren uitleg wat dat precies waren, gewetensvragen. Dat waren de vragen van sommige dingen doe je wel en sommige dingen doe je niet. En wij leerden dat van onze ouders. Dat was toen nog zo. Voorbeeld, wat was bij onze gewetensvraag in 1973? Wij tankten geen Shell. Stonden we hier op tafel, wij tanken geen Shell. We hadden ook geen auto, dus dat was echt een punt. Het was goed dat we het deden, weet je nou. En in die tijd waren we heel veel met Pim. En Pim was een bijzonder gozer. Ik weet nog heel goed, we gingen een keer met alle jongens gingen we eten bij de ouders van Freddy. Freddy was de bierkaai, Freddy, een van die jongens. En die ouders van Freddy die woonden heel mooi. En mensen die heel mooi wonen, die willen dat graag laten zien. Daarom woon je mooi, want je woont absoluut niet voor de gezelligheid mooi. Nee, mooi wonen is een klote klus, neem dat voor mij aan. Je moet het schoonhouden, je moet het betalen, je moet het gras rollen. Je hebt vaak ongelooflijk zeikerige buren, ook kakkers. Weet je, er is echt geen flikker aan. Klein wonen is veel overzichtelijker. Je komt thuis, je pakt je wijfbeetje, je maakt de wereldwip klaar. Fantastisch. En in zo'n groot huis moet je altijd roepen, hallo, ik ben thuis. Wakker blijven. Weet je, het is natuurlijk toch, ja mevrouw, ik ben ordinair, jawel. Zo'n keurig gereformeerd kopje uit Saxe, weet je wel, hoor. Nou, die ouders woonden dus heel mooi. En die moeder die wilde dat graag laten zien. Dus die had tegen Freddy gezegd, Freddy. Misschien vinden de jongens het leuk om een keer te komen eten. Dus Freddy tegen ons van, oh, mijn ouders vragen of je het leuk vindt om een keer te komen eten. En wij zijn er gratis. Ja, prima. Vindt je moeder het ook goed als we ons wasgoed meenemen? Een beetje dom. Nou. En wij erheen. En we kwamen eraan. En die mensen die woonden mooi, mooi. Jezus Christus, wat woonden die mensen mooi. En die moeder, die was dom. Jezus Christus, wat was dat mokkeldom. Om een voorbeeld te geven, ze had zich laten blonderen. Oké, ik leg hem uit. Luister. Als je blond geboren bent, dan heb je al een beetje pech gehad. Maar als je vrijwillig... Ik snap ze toch niet. Maar weet je toch... Meelachen. Het is cabaret, hè? Hoop je. Maar... Nee, maar goed. Even dan. En we kwamen daar dus binnen. Moet je voorstellen, 7 van die opgeschoten jongens die gewoon bij die mensen binnen. En die moeder zei, jongens, welkom. Doe of je thuis bent. Wat ik al zei, die Pim dat was een beetje een bijzonder gozertje. En die sprak altijd heel zacht. En we waren net aan tafel en op een gegeven moment zegt hij tegen die vader van die Freddy, zegt, meneer, mag ik u misschien wat vragen? En die vader die dacht, die jongen wil natuurlijk weten hoe ik dit allemaal bij elkaar gejat heb. Dus hij zei, natuurlijk jongen, mag jij wat vragen? Daar heb jij de leeftijd voor. This is your time for questions. Vraag. En Pim zei, meneer, kunt u mij uitleggen wat het precies voor ziekte is dat een man met een vrouw en 2 kinderen in zo'n veel te groot huis gaat wonen? En toen moest de soep nog komen, zou ik maar zeggen. En wij zaten met alle jongens van oi. De tweede vraag die hij stelde was, meneer, u bent niet dom, althans dat vindt u zelf en dat is voor de meeste mensen het criterium. Maar kunt u mij misschien uitleggen waarom u als bankier allerlei bedrijven financiert waarvan u weet dat ze willens en weten ze het milieu naar de kloot helpen, terwijl u zelf kinderen hebt? En de laatste vraag die hij stelde was, waarom denkt u eigenlijk dat u carpoolt omdat u een chauffeur heeft? Nou, weet je, één ding, het eten werd er niet gezelliger op, laat ik het zo zeggen. Maar er gebeurde wel wat aan die tafel. Er kwam een beetje herrie, er kwam een beetje lawaai, er gebeurde weer eens wat. Maar hij was tegen ons ook heel principieel, want ik weet nog heel goed, na het eten, we waren allemaal zo lam als duivels. We hadden van een ander studentenhuis hadden we een auto geleend. Dus, nou, we waren echt dronken. We hadden de hele kelder van die oude leeggezopen. En er waren geen lullige Hema-wijntjes, zou ik maar zeggen. Dat waren echt fikse Bordeaux en vette Bourgognes, laat ik het zo zeggen. Op een gegeven moment zei die vader ook, jongens, leuk eens, ik even iets over de wijn vertel. Zei hij, nou nee hoor, het gaat zo ook prima. Je hebt iets over het jaartal? Nou, zolang het niet door zijn vervaldatum is. Mij hoor je niet. Maar goed, we waren dus redelijk lam, laat ik het zo zeggen. En op een gegeven moment kwam Pim naar mijn zus en die zei tegen mij, mag ik vragen wie er rijdt? Ik zei, natuurlijk maar net vragen.
Je hebt er een leeftijd voor. Het is een uurtang voor kwijtgeraakt. Hij zei, wie rijdt er? Ik zei, de auto. Hij zei, maar wie stuurt de auto? Ik snap wie de meeste postzegels bij zich heeft. En je moet heel lam zijn, wil je dit een leuk grapje vinden, hoor. Dan moet je al lange tijd op dezelfde rail zitten meezuigen, zou ik maar zeggen. Maar goed, het werd dus ruzie en het werd gedoe. Hij vond ik absoluut niet kon gaan rijden. Ik zei, jongen, als je dat zo principieel bent, weet je wat je dan doet? Dan ga je gewoon lekker niet mee, dan rijden wij nu weg met die auto. Blijf jij lekker met die zeikige ouders van die Freddy hangen, oké? Zei hij, ja, dat doe ik ook. En daar kan ik nooit zo goed tegen als iemand opeens echt principieel wordt. Daar word ik altijd heel nerveus van. Nee, daar kan ik nooit zo goed tegen. Ik vind het best leuk om over dingen te praten en ze uit te discussiëren in het café. Maar ik bedoel, we gaan niet de daad bij het woord voegen. Dat word ik een beetje... En ik wilde wegrijden. Hij kwam naar me toe en zei, mag ik vragen waarom je toch gaat rijden? Ik zei, ja, omdat er geen controle is. En nog nooit heb ik mijn leven zo kort en bondig samengevat, geloof ik. Ik wou het hier ook nog even bij laten voorlopig. Het komt allemaal te dichtbij.